Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review. Het is tijd voor Frontaal. En we gaan bokbier reviewen. Ik ben echt geen groot fan van bokbier. Geen idee of ik überhaupt ooit een bokbier gereviewd heb. Ik heb een tijd geleden weer toch maar weer wat bokbier gekocht. Waaronder deze van Frontaal. Is onderdeel van hun Kompas serie. En dit is de West 2020. Ik heb volgens mij daar nog een van staan van die Kompas serie. Ga ik even snel kijken. Welke dat was. Ja, de South versie. En dat is een sour. Ja, die komt ook nog langs in de review. Maar vandaag dacht ik, laten we eens een bokbier gaan reviewen. Zoals ik zei, ik doe het niet heel vaak. Maar ja, ik vond deze wel geinig. Sowieso vind ik een dobbelbok vind ik altijd wel lekker. Hou ik wel van. Dit is een Beacon Vanilla Dobbelbok, 8,5%. De ingrediënten zijn als volgt. Malts, en die zijn Pils Malt, Munich Malt, Golden Naked Oats, Chocolate Wheat Roasted Barley. En de hops zijn Tetelang Mandarina Bavaria. En de gist is Saflager W3470. Als het je überhaupt wat zegt. En de toevoegingen zijn vanille en pecannoten. Ja, klinkt interessant. Een EBC van 145 en een IBU van 45. Kent op 23-9-2020 en de best before date is 23-9-2021. Ja, zoals ik zei, ik ben geen fan van bokbier. Laat onderaan de video even weten wat jij van bokbier vindt. De standaard reguliere macro bokbiertjes die laat ik echt al jaren staan. Maar ik vind de bokbieren die de microbrouwerij hier in Nederland wil maken toch wel leuk. Op zich, af en toe, drink ze niet heel vaak, maar dacht, oh, dit klinkt wel interessant, laten we deze eens meenemen. Zo dan, nou, ik ruik de pecannoten ruik ik hier al, dus dat zit wel goed. Zo, en de vanille. Mijn god, echt. Dit is echt. Ja. Heb je het wel eens over een pastry sour? Nou, dit is echt pastry bok. Geloof mij. Eigenlijk meer tegen het zwart aan die kleur. Heel mooi. Vrij compacte schuimkraag ook. Ziet er heel mooi uit. Een beetje kaki kleur. Dit nodigt wel uit hoor. Het lijkt eigenlijk meer op een stout wat kleur of een black IPA. De bok, maar hij schonk wel een beetje lichter. Hij blijft mooi ook. Hoor het glas walsen. Die schuimkraag. Maar, ik zei net al wat ik rook, maar we gaan toch nog even naar de neus. Zo dan. Ja, echt die noten en die vanille, jongen. Niet normaal. Echt super zoet. Dit moet echt wel je ding zijn hoor. Hij heeft wel een beetje weg van die over de top stouts die Servisium altijd maakt. Ja, heel veel notig. Heel
Heel veel vanille. En heel zoet. Ik had hier wel zin in nu. Een beetje zoet. Dus dat komt alweer goed uit. Proost. Mooi mondgevoel. Geen dikke blubberdieke jetter. Daar moet je niet aan denken, maar echt een heel mooi zacht mondgevoel. Heel mooi die mouten die ook naar voren komen. Een beetje dat gebrande. Heel lichtjes. Zeer doordrinkbaar voor, wat is het, 8,5%. Ja. Maar heel veel vanille en heel veel pekannoten. Ik vind hem echt leuk. Ik vind hem echt leuk. Krijgt een 3,8 op een Untappd. De brouwerij trouwens ook. Had voor mij net even wat voller kunnen zijn. Qua smaak. Als je hem ruikt, denk je echt, wow, dit wordt echt een hele volle bak. Heel dik, qua smaak ook. En het is die ook wel, maar ik had net even wat meer van verwacht. Maar ik vind hem echt, hij is echt lekker. Ja. Ja, deze is waarschijnlijk zo op. Echt lekker. Hoewel ik zeg dat, dat ik hem graag wat voller had gehad. Geef ik hem toch gewoon een 4. Ik vind hem echt lekker. Ik drink hem zo weg. En ja, ik geef een 4 aan de bokbier. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Een 4 uit de 5. Ja, echt, laat even weten als je deze gehad hebt wat je ervan vindt. Wat vind je van Fontraal? Wat vind je van bokbieren over het algemeen? Zoals ik zei, ik ben geen fan van bokbier. Maar ik vind dit, ik kan dit wel waarderen. Ja, ja. Moet wel een ding zijn, het is heel zoet. Maar ik hou ervan. Dit was hem eigenlijk weer voor deze review. Onderaan de video vind je een linkje naar de website van Fontraal. Neem daar even een kijkje, maak echt hele leuke dingen. Een linkje naar mijn social media, Facebook, Instagram en Untappd. En een linkje naar de Dutch Beer Collector waar je deze review gaat terugvinden. Samen met reviews van Remy, Thomas en Douglas. So go check it out. Dit was hem eigenlijk weer voor deze review. Ik zou zeggen, proost en tot de volgende keer. Cheers.